Mijn vrienden zitten verstopt door heel Europa. Ze hebben allemaal een portemonnee met 1000 euro erin. En als ik ze niet binnen 5 dagen vind, mogen ze die houden. Waar zitten ze alle drie? Denemarken, Tsjechië en Spanje. We hebben een tracker bij waardoor Sam altijd kan zien waar we zitten. Alleen wij kunnen Sam niet zien. Dus wij hebben geen flauw idee wanneer hij komt. Ik heb meteen alle vluchten opgezocht die er waren. En ben meteen een vliegtuig ingestapt richting de eerste persoon. En na een uur vliegen ben ik geland in Kopenhagen. Ik ga dus als eerst Floris' portemonnee terugpakken. Want als ik Floris, Jacco en Hein alle drie niet vind, ben ik letterlijk 3000 euro kwijt. We hebben alle drie met 300 euro budget meegekregen om eten, vervoer en hotels mee te betalen. Dus ik moet echt goed gaan nadenken waar ik mijn geld aan uitgeef. Oké, Floris is dus nu in het centrum van Kopenhagen. Laat daar snel heen gaan. Go, 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 go. Ik heb dus Kopenhagen uitgekozen omdat het koud zou zijn en Sammy dus nooit heen zou willen komen voor een lange tijd. Maar de zon schijnt. Ja, dat had ik niet verwacht. Is omdat Barcelona een van de grootste steden van Europa is. Omdat het de goedkoopste stad is van Europa. En omdat ik hier al een keer geweest ben, dus ik ken het een beetje. Ik heb meteen al mijn volgende vlucht geboekt, alleen die vertrekt al wel over 24 uur. Dus als ik voor die tijd Floris niet heb, moet ik misschien wel een keer terug naar Kopenhagen. Maar ik heb natuurlijk wel een tactiek nodig als ik Sam zie. De gameplan. Net zoals in Nederland heb je hier dus ook duiven, maar ook fietspaden. Dus als het erop aankomt en ik zie Sam, dan huur ik een fiets en dan ben ik er weg van. Maar ik weet dus letterlijk niet wanneer Sam gaat komen. Dus als hij hier nu is, dan ben ik al genaaid. Mijn tactiek voor vandaag is gewoon continu in beweging blijven. Hoe ga ik hem ooit vinden in zo'n grote stad? Waar is Floris nu? Kut, ik zie hem al. Hij zie ik. Wat? Ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou worden. Mijn tactiek is dus dat Floris niet mij als eerst mag zien. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, ik heb de fiets gehuurd. Nu moet ik hem heel snel pakken zonder Sam mij zien. Huh? Dat ik niet zag. Oh mijn god. Ga open. Ik zie Floris al. Ik zie Floris al. Ja, hij is open, hij is open. Hij heeft de fiets, hij pakt de fiets. Hij pakt de fiets. Nee. Oh mijn god, daar is hij. Hij heeft de fiets. Hij heeft Nee! Was hem gewoon! Hij is er de eerste dag al! Hij was echt net op tijd weg. Ik was zo dichtbij! Dus ik huurde ook een fiets om zo snel mogelijk achter Floris aan te gaan. Oh god, hij is hier ergens, jongens. Ik weet het zeker. Oh nee, de metro gaat net weg. Ik zie hem daar. In de reflectie, ik zweer het. In de reflectie, ik zweer het. Zit hij erin dan? Nee. Hè? Ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem. Daar is hij, daar is hij! Oh nee, weer een fiets! Floris! Ik zat Floris voor een uur lang op de hielen, maar hij is me steeds een stapje voor. En terwijl ik hier achter Floris aan zit, zitten Jacco en Hein een beetje bang te zijn. Ik weet niet, volgens mij zie ik hem. Maar dit is echt niet normaal, ik ben zo bang nu. Ik kan deze spanning echt niet hebben. Ik ben zo onzeker of Sam bij me is. Maar, ik heb dus een plan. Ik wil naar Barcelona gaan vliegen. Hier zou Floris als het goed zegt 5 minuten geleden uitgestapt zijn. Hij is oprecht niet ver, hè? Ik had het al een beetje opgezocht en vanavond gaat er een vlucht om 9:55. Dus die wil ik pakken, maar er zijn wel twee probleempjes. 1. Ik moet naar het vliegveld waar ik veel te lang moet gaan wachten. En 2, het kost 100 euro. Der. Oké, okay, thanks. Ja, die vent heeft Floris dus gezien. Hier in 5 minuten geleden. De vliegtickets zijn gekocht. We gaan officieel naar Barcelona. Daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Oh, oh mijn god. Oh mijn god. Oh, kut, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Rennen, dan moet rennen. Ik moet naar de metro. Ik moet naar de metro. Heel snel naar de metro. Oké, okay, go, 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 go. Beter is er een metro. Hij staat naar beneden. Waar is hij? Waar is hij? Daar gaat hij. Het is gelukt. Net op tijd. Weer te laat. Ah! Hoe ga ik dit ooit nog 5 uur volhouden? Omdat de vlucht van Floris vanavond pas gaat, heeft hij al een hostel geboekt. Dus ging hij daar naartoe om zichzelf op te sluiten. Want het is namelijk een capsule. En het heeft dus een slot, dus Sam kan er niet bij. Oh mijn god. Het is Sam. Hallo. Kom eens naar buiten, jij. Nee. Een ongelofelijke klootzak. Ik blijf hier lekker heel erg liggen. Wacht maar, ik pak je nog wel. Ik ga morgen echt al super vroeg opstaan om Floris meteen op te gaan wachten bij zijn hostel. Dit keer moet het echt gaan lukken. Dus zonder dat ik het wist, vertrok Floris naar het vliegveld en vloog hij helemaal naar Barcelona, waar Hein ook is. Allemaal terwijl ik gewoon lekker aan het slapen was. De volgende ochtend stond ik om 5:50 op, alleen maar om erachter te komen dat Floris al lang weg was. Huh? Dat is een grap, toch? Floris zit letterlijk in Barcelona. Hij heeft letterlijk maar 300 euro. Dan heeft hij nu niks meer over, toch? Hoe kan dit? We gingen maar alvast naar het vliegveld, omdat over een paar uur onze vlucht naar Praag vertrekt. Maar ik ga iedereen laten denken dat ik naar Barcelona ga. Dus dan ga ik een foto van dit bord op mijn story zetten. Als je kijkt helemaal bovenaan staan er woorden in het Deens. Dus ik denk dat hij in Denemarken is. Ik denk dat ik op zich wel redelijk safe ben voor vandaag. En na nog 2 uurtjes wachten zijn we dan eindelijk aangekomen. Ik blijf dus nu 2 dagen in Praag. En daarna vlieg ik alweer door naar Barcelona waar Hein is. En dus nu ook Floris. Wat mooi is, is dat door de story nu niemand meer weet of ze veilig zijn of juist niet. Ik ga nou uit angst maar gewoon de metro pakken naar zo ver mogelijk weg van het vliegveld. Want ik wil niet getikt worden vandaag. Het is hier ook echt veel drukker dan in Kopenhagen. Kijk dit. Ik zag dat Jacco rond aan het lopen was in het centrum. Dus daar ging ik zo snel mogelijk heen. En deze keer moet ik ervoor zorgen dat hij me niet meteen ziet. Oké, okay, Jacco zit nu dus oprecht maar 1 kilometer van ons af. Als we Jacco gewoon nu al de eerste dag in Praag kunnen pakken, dan ben ik zo blij. Voelt ook gewoon echt niet chill om lang op dezelfde plek te blijven. Ook al is Sammy niet, je wordt er gewoon bang van. Daar is hij, daar is hij, daar is hij. Ik sta helemaal te trillen gewoon, dat is niet normaal.
kut, hij heeft me gezien! Lul! Mijn eerste plan is al verpest, want dan weet hij voor de rest van de dagen dat ik hier ben. Sam is dus nu gewoon in Praag. Ik weet echt niet hoe ik van mijn weg ga blijven. Omdat ze na 24 uur nog steeds de portemonnee hebben, ga ik ze een challenge geven. Degene die als eerste een vlaggetje van zijn land heeft gekocht, mag één keer één uur zijn locatie uitzetten. Dit was niet afgesproken. Dan wordt het mij alleen nog maar lastiger gemaakt. Alsof het al niet lastig genoeg was. En gelukkig ben ik bij best wel een toeristische plek. Dus ik denk wel dat je hier souvenirwinkeltjes hebt of zo. Ik ga nu naar zo'n stom winkeltje om zo'n vlaggetje te kopen. Maar Sam loopt hier ook gewoon rond. Is dit van Barcelona of? Oh, then I get this, please. Even kijken of het wel een goede vlag is. Ik ben gescamd. Let's go. Dus hij mag nu wanneer hij wil zijn locatie één uurtje uitzetten. Nee, Jacco heeft net eerder een foto gestuurd. Ik denk dat ik dat voordeel nog heel even bij me hou. Ik ga mijn locatie nu nog niet uitzetten. Jacco had ook een plan bedacht waar hij een fiets voor nodig had. Dus hij huurde die één en ging daarna naar een brug toe om mij op te wachten. Volgens mij zie ik hem. En dan Dieter hem misschien. En daar staat hij. Hij staat op de brug. Hij staat midden op de brug. Hij is zo uit de klootzak. Oké, ik ga nu echt fietsen, want nu ben ik bang. Hij is hier. Houdoe. Hij heeft toch al een fiets. Hij dacht echt dat het goed ging lukken. Hoe kan dit nou? Dat smerig ventje stond hier gewoon op te wachten. Jacco had de fiets voor 6 uur gehuurd. Dus ik kwam die dag nog een keer heel dichtbij. Maar hij bleef maar snel wegfietsen. Ik haat fietsen! Ik hoop gewoon dat hij morgen die fiets in moet leveren. En dan ga ik morgen gewoon heel veel grofstal om dan te pakken. Dat moet gewoon lukken, dan laatste dag in Praag. Maar voordat ik ging slapen had Hein nog een verrassing voor mij. Hey Sam. Hallo Hein. Ik heb even de tijd genomen om van jou een route uit te zetten. Voor wanneer je wel in Barcelona bent. Ik zal je even een foto sturen. Ongelooflijk. Wat een klootzak ben jij. Ja, dat is echt een leuke route, hoor. Ja, nee, ik zal nog gaan lopen. Ik heb me helemaal afgestemd op jouw wensen. Hij doet echt veel te stoer, hè. Hij is de eerste achter wie ik aanga in Barcelona, echt waar. In de ochtend stond Jacco extreem vroeg op, omdat hij bang was dat ik hem zou opwachten bij zijn hostel. Ik ga nu naar de metro en dan ga ik mijn uur offline inzetten. Want ik denk dat hij nog wel in Praag is. Nee, Jacco heeft zijn locatie uitgezet. Dan ga ik gewoon naar de stad en hopen dat ik hem gewoon tegenkom. Maar dat werkte natuurlijk niet echt, dus heb ik een uur niks kunnen doen. Maar toen ik zijn locatie weer kon zien, was er toch goed nieuws. Oh god, hij komt zo meteen een grote plein op daar. Ik ben zo bang, ik kijk echt de hele tijd om me heen. Dit is echt een mentaal spel, jongen. Meneer, heeft u Jacco gezien? Jazeker, hij loopt voor je neus. Daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Ja, ja, ik ben zo slecht. What the fuck, dat was zo. Dit is echt bizar, ik ben zo slecht. Hij is dus zeker nog wel in Praag. Ik ga even rennen naar het metrostation, want als ik in de metro zit, ben ik veilig. Maar ik zie natuurlijk zijn locatie. Dus achtervolg ik hem naar de metro zonder dat hij me ziet. Ja, hij gaat erin. We gaan er ook in. We staan nog echt in dezelfde metro als jij. Maar in deze metro kun je niet doorlopen. Dus moet ik bij elk station steeds een wagon opschuiven. Yes. 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 Mag je 1000 euro? Dankjewel. Ja. Let's go. Jammer jongen. Ik ben zo dichtbij. Ja, scheelde niet veel. De eerste 1000 euro heb ik alweer teruggepakt. En terwijl dit allemaal gebeurt, is het in Barcelona ook heel spannend. Oké, ik heb net een appje gezien dat iemand af is. En ik zie letterlijk Hein hetzelfde hostel inlopen als waar ik zit. Hein weet dus nog niet dat Floris naar Barcelona gegaan is. Dus belt Floris Hein om hem te verrassen. Kijk maar eens achter je. Huh? Hallo, wat? Wat doe jij hier, man? Ik ben hier lekker aan het redden van Sam. Dat weet je niet. Dus wij zijn nou nog over met z'n tweeën. In Barcelona. Op dezelfde plek. Ja. Oeh, dat is wel heel gevaarlijk dit. Die avond gingen Hein en Floris nog samen een pizza en een ijsje eten. Want het is de laatste keer dat ze nog rust hebben. Omdat ik morgenochtend weer vertrek. Tas pakken en op naar Barcelona. De vlucht die ik had geboekt gaat eerst langs Milaan. En daar moet ik overstappen. Dus waarschijnlijk kunnen Hein en Floris niet zien dat ik eraan kom. Maar eerst krijgen ze weer een challenge. Wie als eerst 5 euro verdient, krijgt 50 euro extra budget. 50 euro kan ik wel heel goed gebruiken, want mijn budget is oprecht bijna al op. Ik heb nou 6 flesjes water gekocht voor 1 euro. Dat betekent dat ik ze allemaal voor 1 euro per stuk moet gaan verkopen. I need to get 5 euro's for a YouTube video. Ah, thank you so much. Nog 2,50 en dan ben ik klaar. Do you want to buy a water bottle of me? Nope. 1, 2, 3, 4, 5 euro. Let's go. Oké, dan maak ik maar meteen de 50 euro naar hem over. Met die 50 euro kan ik nu weer mooie nieuwe metrokaart kopen, want mijn vorige was verlopen. Hoppakee, we hebben hem. Terwijl Hein en Floris niets vermoedend plannetjes aan het maken zijn, ben ik geland in Barcelona, waar ik nu nog maar 41 uur heb om ze beide te pakken. Dit is een stap. Oké, dat is iets groter dan Kopenhagen en Praag. Ik heb dus een aantal plekken in mijn hoofd waar ik naartoe kan vluchten als ik Sam zie. En één daarvan is Plaza Catalunya. Ja, want hier zijn altijd enorm veel mensen. En duiven, zoals je kan zien. En dat komt goed uit, want Sam is bang voor duiven. Hoop ik vooral eigenlijk. Ik wil Sam hierheen lokken. Nu is het alleen nog de vraag hoe lang het gaat duren voordat Sam komt. Nou, dat duurt niet heel lang meer, want ik ga als eerste Hein proberen te pakken. Ik zie hem staan. Hij staat er ook. Vanaf hier heb ik dus uitzicht over de hele straat. Ik kan ze dus vanaf heel ver al aanzien komen. Dit is zo spannend. Ik heb ze
Sam zojuist gespot, dus ik moet even wegrennen. Hij staat daar! Hij staat daar! Hij! En wat Sam nog niet weet, is wat ik vanavond nog allemaal voor een Nintendo heb. Ik ga me nooit kunnen pakken. Ik ben heel snel in de eerstvolgende bus gestapt achter Hein aan. Hier rechts zou hij moeten zijn. Staat hij daar nou? Nee! In de kabelbaan! Oh mijn god, daar is hij. Nee! Doei Sam! Doei! Houdoe! Oh, die gast heeft het sowieso allemaal lang uitgepland, dat kan niet. Dus liep ik heel snel naar beneden waar ik Hein weer tegenkwam. Maar hij was me steeds te snel af en dat ging de hele middag zo door. Ik heb voor vanavond zoiets zieks in petto. Ik heb namelijk tickets gekocht. Barcelona, Real Madrid. En omdat daar 100.000 mensen naartoe gaan, is dat een hele slimme plek om van mij te ontsnappen. Dus gaan Floris en Hein daar allebei heen. Ik vermoed dus dat Hein hier ook heen gaat. En dat betekent dus Sam ook. Dus als ik Sam zie, dan ren ik snel de metro in en dan ga ik naar de andere kant van Barcelona. En dan moet hij wel Hein achterna gaan. Floris is nou dus naar het stadion gegaan van Barcelona. Dan ga ik hem nooit kunnen vinden tussen die menigte. Wat ik hier niet weet, is dat ik letterlijk in dezelfde metro zat als Hein. Oh, daar rent hij. Hier blijven, Hein! Ik zie Hein. Hein! Sam die is daar. Oh wat, nee echt. Rem. Maar ik kom met Sam en Floris tegelijk tegen. Ineens stond Hein daar gewoon op de rol, maar Floris loopt er ergens rond. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oh daar rent hij. Daar is Floris. Hier blijven. Daar is Sam. Hey klootzak. Helemaal naar Barcelona vliegen. Je moet heel snel een metro pakken. Ik moet er vanavond gewoon minimaal één pakken. Ik heb Floris niet meer op tijd kunnen vinden voordat hij in de metro zat. Dus ga ik Hein zoeken. Hein staat recht voor het stadion. Hij gaat er niet naar binnen toe. Hey Sam. Nee. Hij staat achter het hek. Dat meen je niet. Kom een tikken dan, hè? Kom. Ik sta letterlijk een meter van je af, gast. Dit doet echt heel veel pijn. Hij is toch niet. Hij is echt boos. Was ook mijn bedoeling. Terwijl hij in de wedstrijd aan het kijken is, heb ik heel de avond geprobeerd Floris te pakken. En ineens sta ik gewoon recht tegenover hem. Ik heb hier mooi uitgekozen, want ik kan allebei de kant op. Doei. Nee. Maar ook dit was weer zonder succes. Dus ga ik het toch maar weer bij Hein proberen. 4-0 verloren. En waarschijnlijk staat Sam nog op te wachten buiten ook. Dan moet ik dus tussen al deze mensen Hein gaan vinden. Waar is Hein? Na hier weer voor een uur rond te lopen, blijkt Hein alweer naar zijn hostel gegaan te zijn. En de laatste 24 uur zijn nu officieel ingegaan. Gaat het ons lukken? Ja, mij in ieder geval wel. Floris en Hein kennen natuurlijk de kleren die ik nou aan heb, dus ik ga mezelf vermommen. Ik koos meteen totaal andere kleren uit dan wat ik nu aan heb. Ja, zo herkennen ze me inderdaad nooit. Ik heb eigenlijk niet echt een plan voor vandaag, dus ik ga maar een beetje op en neer lopen. En als ik Sam zie, hard wegrennen. Dat is mijn tactiek. Op dit moment is Hein helemaal uit het centrum om naar een uitzichtpunt te gaan. Die gasten zijn me al zo vaak te slim af geweest. Floris die gewoon van Kopenhagen naar Barcelona vliegt. Hein die net voor mij in de skilift stapt. En dan ook nog in de avond naar de wedstrijd van Barcelona gaat, waar ik niet in kan. Maar ik hoop dat ik ze nu wel kan pakken. Ik heb sowieso wel respect voor Sam als hij deze berg überhaupt opkomt. Maar ik denk dat hij daar minimaal een uur over doet. Dus ik kan hier wel eventjes veilig chillen. Dat heeft Hein dan toch verkeerd ingegaan. Geschat, want ik ben er al bijna. Shit, hij heeft me gezien, hij staat daar. Ik weet niet of je hem herkent. Hij heeft een nieuw shirt aan, ik zie hem. Hoezo herken je mij? Je hebt gewoon een hele herkenbare kop, Sam. Hier blijven! Ik mag niet verliezen. Nee! Volgens mij is hij mij al een beetje kwijt. Jongen, ik heb heel deze stad al op zijn duimpje. Rennend ga ik hem gewoon nooit bij kunnen houden. Dus besloot ik maar achter Floris aan te gaan. Daar heb ik misschien iets meer kans. En nu wil ik dus helemaal hierheen, naar het strand. Dus ga ik even hier zitten. Kan ik goed zien of hij eraan komt. En na een half uurtje rijden kwam ik ook aan bij het strand. En ik weet dat dit wel eens de laatste kans kan zijn om Floris te pakken. Ik heb nog precies 15 uur om ze allebei te gaan tikken. Hij zit erachter op een bankje. Oké, Mark, het is nu of nooit. Let's go. Dit wordt hem. Op dit moment komt Floris zonder dat hij het door heeft letterlijk mijn kant opgelopen. Ik stress me echt helemaal kapot. Oké, ik zie hem. Ik ga gewoon rennen. Ik zag hem. Hij heeft me gezien. Shit. Je moet een fiets pakken. Die vermomming merk ik helemaal niet. Kom dan! Nee! Ja! Het is net te laat. Ja, ik herkende je wel. Alsjeblieft. Dankjewel, hoppa! En weer 1000 euro teruggepakt. Nu alleen hij nog. Maar om dat te laten lukken, heeft Floris een leuk idee voor mij. Dus ik kan een afspraakje, een date... Psych, jij bent er. Oh god, dat is echt een heel goed idee. Dus heeft Floris meteen naar Hein geappt om voor vanavond een afspraak te maken. Dit moet en zal gaan lukken. Ik heb dus net met Floris afgesproken dat we naar een plein gaan. En dan samen Sam gaan irriteren. Floris heeft hier dus midden op een plein afgesproken met Hein. En ik blijf hier op een afstandje kijken. Dus als Hein hier zo meteen heen komt, is hij sowieso afgeleid. Dan kan ik hem meteen gaan pakken. En na een uur hier gezeten te hebben, kwam Hein daar nietsvermoedend aanlopen. Ik zie Floris daar in de verte staan. Hallo, maar ik heb wel een geheimpje voor jou. Eigenlijk ben ik wel af. Ben je wel af? Ja, kom maar. Je hebt zeker Sam hierheen gestuurd. Kutstooi. Shit. Ja, Hein. Rem maar. Nee. Hier blijven. Ik
ruimen nooit bij! Jezus! Oh mijn god jongens, zeg het denk. Sam heeft hem ook niet kunnen pakken. Hoe kan ik het nou weer verpesten? Ik had je een kans gegeven. Vervolgens zei stiekem ben ik wel af, toen had ik het door. Deze keer was Sam wel snel, man. Hein is meteen de metro ingestapt en helemaal naar de andere kant van Barcelona gegaan. Alle vijf op een rij. Floris is dus af. Floris is een vuile verrader. En het spel duurt nog maar 11 uur. Het is dus totaal niet lang meer, maar het is wel extra moeilijk omdat Sam nou alleen mij achterna zit. Hein is naar zijn hostel gegaan, dus dat betekent dat ik hem vandaag niet meer kan pakken. Nou, dan is morgenochtend mijn laatste kans. Oh. Het is nu de laatste ochtend, dus ik moet hem gewoon gaan pakken. Ik ga hem gewoon opwachten bij zijn hostel. Dit had hij natuurlijk al lang verwacht. Dus is hij ook al vroeger opgestaan, zodat hij eerder weg is dan ik. Ik wil hem eventjes die overwinning laten ruiken. Klein beetje proeven, maar hem nog niet geven. Hij staat nog steeds op dezelfde plek als net. Ik denk oprecht dat hij me gaat opwachten. Sam, waar ben je? Ga via rechts. Hij staat daar. Maar ik ben ready voor je, Sam. Ik ben ready voor je. Hij staat daar gewoon letterlijk midden op het plein. Go, 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 go. Ruikt en smaakt hij naar overwinning. Dit is de laatste kans. Oh, kut, daar hebben we. Dat is sneller dan verwacht. Hey, hier blijven. Hey Sam. Nee, jij hebt zo lef, jongen. Jij durft. Hij gaat het park in. Ik hoef nog maar 8 minuten niet getikt te worden door Sam. En dan heb ik die 1000 euro gewonnen. Weet je dat je nou ongeveer 10 meter bij me vandaan staat? Je bent me al te slim af geweest bij de skilift. Je bent me al te slim af geweest bij het stadion. En nou hier. Ja, waar niet? Op de middelbare school was het ook al zo, hè? Nou ga je te ver, joh. Nou is het klaar. Oh, hij doet zo stoer, joh. Hij weet toch gewoon dat hij veel meer conditie heeft dan ik. Ik heb persoonlijk erg genoten van Barcelona de afgelopen dagen. Kom maar, jongen. Nee! Ja. Nee! Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, je hebt heel goed gespeeld. Dankjewel. Ik haat je. Like, abonneer. Tot volgende keer. Houdoe. Houdoe.